Kijk, het leuke aan Durf te Vragen is dat je soms vragen krijgt waar je eigenlijk nooit bij stil hebt gestaan. Ik dus ook niet. Bijvoorbeeld de volgende vraag. Sander, kom eens hier. Ja, kijk, dat kan dus echt niet meer. Tijd om te shoppen. I'm sexy and I know it. Richard, jij weet alles op het gebied van de trends van ondergoed. Ja. Wanneer zijn we nou ooit begonnen met het dragen van ondergoed? Dat is ongeveer 5000 jaar geleden. En toen droeg men heel veel leer en jute. En dat scheurde nogal op de huid. En daar op een gegeven moment heeft men als oplossing daarvoor gevonden het eigenlijk een soort doek eronder te dragen. Okay. Dat noemden ze het lendendoek. En dat is ter voorkoming van het scheuren. Wisselden zij dat elke dag zoals wij dat doen? Nee. Toen had je nog geen wasmachines en dergelijke allemaal. En men vond het ook nog niet zo belangrijk. Het was meer echt praktisch ter voorkoming van het scheuren van de huid. Wanneer ging het dan meer op het ondergoed lijken wat wij dan kennen? Dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want toen werd het natuurlijk ook belangrijker. Want de militairen die lagen natuurlijk dag en nacht in zo'n kel. Ja. Dus het moest wel enige vorm van hygiëne hebben. En het moest goed zitten. Ja. En als je natuurlijk ten strijde trekt en die doek laat lossen onder in je broek, nou, dan gaat het natuurlijk helemaal fout. En dan wordt het geweerschot niet beter van, om zo maar te zeggen. Nee, dat snap ik inderdaad. Toen is men eigenlijk meer in deze vormen gaan komen, tot het beter ging zitten. Dat was vooral weer de praktische reden. Nu hebben we dus een heel assortiment hier liggen. Ja. Hè? Is dat iets van het laatste jaar dat er zoveel keuze is? Nou, het is eigenlijk sinds een jaar of 15 dat echt de mode de intree heeft gedaan. Mm-hmm. En als je kijkt naar de laatste 15 jaar, dan waren er ongeveer een merk of 10 die er echt mee bezig waren. En nu zijn het ongeveer 375 merken. Oké, het is wel een big business ondertussen. Ja, het is een enorme big business geworden. En toch zie ik heel veel mannen nog met oude grijze boxershorts. Hoe kan dat dan als er zoveel keuze is? Vroeger vond de man het stoer dat hij kon zeggen tegen zijn vrienden dat zijn vrouw het kocht. Ja. Tegenwoordig is de trend dat je je eigen ondergoed koopt. En dan vooral ook ondergoed dat bij je past. Ja, maar dan heb je dus iets gekocht, hè? Dan heb je iets leuks uitgezocht, kom je thuis en dan vind je vrouw het niks. Ja, maar die moet ook een beetje wennen aan de nieuwe trend. Want die is natuurlijk gewend om al die jaren natuurlijk wit ondergoed te kopen. Ja. En nou gaat de man het ineens zelf kopen, dus die krijgt ineens zijn eigen mening in het hele verhaal. Ja, en dan, die komt erachter dat er eigenlijk veel meer te koop is dan alleen de witte boxershort. Wij kunnen wel wat als iets gebruiken, Twan en ik. Wil je ons een beetje ja, met ons mee shoppen? Ja, kom maar mee. Dan laat je wel het een en ander zien. Zo, een hele stapel. Ja. Vertel, trends. Nou, de trends is onder andere bijvoorbeeld, dat zie je bij deze. Mooi verpakt ook weer. Juist. Daaraan zie je ook wel de kwaliteit. Je kan niet voor een paar euro een hele goede kwalitatieve onderbroek maken. Oké. Okay. Dus voor de langere termijn hou je daar zeker je geld wel uit. Ja. Als je het over een trend hebt, is dat het wat glimmend mag zijn tegenwoordig. En de stof dun is. Maar dat het toch een beetje doorzichtig is aan de zijkant, een beetje een speels effect. Dat zie je bij deze ook bijvoorbeeld. Dus doorschijnend komt het helemaal terug? Kijk, het is een beetje glimmend en er zit een randje doorschijnend in. Dus dat is nog wel te verteren door de meesten. Wat kan nou anno 2015 echt niet meer? Nou, dat is echt je band boven je broek. Dat is echt zo 2010. Okay. Die dus, ja. Daar is Calvin Klein mee begonnen. Maar dat is al passé. Dat is het niet meer. Wat is jouw favoriet bijvoorbeeld? Nou, mijn favoriet is bijvoorbeeld, is dat dit nog? Ja, dat is de trunk. En je hebt natuurlijk de lange pijp, om zo maar te zeggen. De straks zittende boxershort met de lange pijp. En dit is de straks zittende boxershort eigenlijk met de korte pijp. Ja. Ja, en dit is in. En de lange pijp is echt typisch iets Nederlands. Dat is echt typisch. Er wordt ook in ondergoedland wordt er gezegd dat Nederland echt de lange pijp land is. Dus dit is wat ik moet hebben eigenlijk? Ja, dit is wat je moet hebben. Dit is ook modern. Het komt uit Australië. En het is ook excessief omdat het nog niet te verkrijgen, nog heel moeilijk te verkrijgen is in Europa. Nou, ik zeg, deze neem ik leuk mee, Twan. Ik heb voor jou deze uitgezocht, hè? Nou, wij mannen zijn dus best wel goed bezig. We moeten alleen die vrouw een beetje heropvoeden. Twan, ik ben geslaagd. Die is voor jou, hè? I'm sexy and I know it.